Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag een keer een andere video dan mijn verhuisserie. We gaan vandaag namelijk een shoplog doen. En niet een shoplog voor mezelf, maar een mannenshoplog van de Bershka. Tada, tada, tada. Nou, het is niet helemaal alleen van de Bershka. Ik heb ook iets bij de Perry Sport gekocht. Maar het leek me wel leuk om een keer een shoplog te doen voor mannen. Aangezien 70% van mijn kijkers mannen zijn. Dacht ik, het is wel eens leuk om een shoplog voor jullie te doen. Ik had wat spullen gekocht. Mijn vriend heeft een hekel aan shoppen. En die vindt het echt helemaal geweldig als ik gewoon kleren voor hem meeneem. Zodat hij zelf niet hoeft te shoppen. En ik vind het super leuk om jongenskleren uit te zoeken. En toen dacht ik 1 ineens 2, laat ik hier een shoplog van maken. Want misschien hebben jullie daar ook wel iets aan. Of misschien ben je wel een vrouw en vind je gewoon leuk om shoplogs te kijken. Kun je misschien een beetje info halen wat je zelf voor je man of voor je vriend zou halen. Of je vindt jongenskleding mooi. Mij maakt het niet uit. Ik heb een paar dingen in deze tas zitten dat ik denk, nou, had ik zelf ook wel aan kunnen doen. Nee, want het past me niet. Ze zijn te groot. Maar anders, ja, ik ben wel heel trots op wat ik eigenlijk heb uitgezocht. Ik heb het idee dat ik een beetje lang aan het praten ben. Dus ik zou zeggen, laten we lekker beginnen met de shoplog. En dan begin ik, denk ik, meteen met het mooiste item wat ik heb gekocht. Dit is van de Bershka en het is een jasje. En misschien wel handig om even te zeggen dat mijn vriend houdt dus niet zo van opvallende dingen. Hij houdt niet van iets extreems, geks, niet, geen felle kleuren of zo. Wat je dadelijk trouwens wel bij één item gaat zien, maar dat kan net. Maar ja, deze in het roze of in het blauw hoef ik niet te halen. Maar dit is een vrij neutraal kleurtje. Het is een beetje beige. En het is dus, ik weet niet of je dat kan zien, het is een beetje suède. Het is echt een heel lekker jasje. En ja, het is dus van binnen is het zwart. Ja, van de Bershka is het dus. En er zit zelfs een jas, een vakje in aan de binnenkant. Ja, ik kan niet vertellen hoe het zit. Hij past in ieder geval goed. Normaal haal ik altijd voor mijn vriend maat M. En dit is maat L. Dus ja, dit soort jasjes, die wil je gewoon niet te strak hebben zitten. Want dat ziet er niet uit. Dus daar heb ik een maatje groter. En die zit eigenlijk perfect. Dus ja, hij was eigenlijk best wel blij. Want het is een beetje semi-chic. En dat is precies wat fijn is, weet je wel. Want als je chic gaat, dan ga je in pak. Maar dit is als je een etentje hebt waar je niet helemaal undressed kan aankomen. Maar ook niet geen zin hebt in een overhemd of zo. Dan trek je gewoon dit jasje aan. En dat is super chill. Dus het is wel echt een jasje voor binnen ook hoor. Precies voor de herfst en winter wat er aan zit te komen. Ik geloof dat dit jasje €35 was. Maar van deze is het label al afgehaald. Dus dat durf ik niet zeker te zeggen. Dat is het eerste item. Dan had ik nog een item voor in de winter. En dat is een, ja, is dit een shirt of een trui? Het is in ieder geval met lange mouwen. Ik vind het wel onder trui vallen. En dus, je denkt, oh, zwart, heel simpel, niks apart. Maar ook hier zit een leuk motiefje in. En dat heb ik dus al vaker voor mijn vriend gehaald. En dat vind ik zo leuk. Het maakt een shirt net wat leuker als er een ander motiefje is. Terwijl je niet meteen iets super geks aan hebt. Je hebt gewoon een shirt met strepen aan. Maar dat zie je niet van een afstandje. Pas als je dichtbij komt, denk je, oh, dat is eigenlijk best wel grappig. Dus een shirt met lange mouwen. En deze was €17,99. Er zitten kattenmouwen. Oké, je mag wel op de slaapkamer. Niet tegen Nicky zeggen. Dan, dit shirt is een shirtje met korte mouwen. Dit is het laatste item van de Bershka wat ik gehaald heb. En dit is wel een klein beetje fel, maar niet extreem. Waar ik echt mega fan van ben, is Colorblock. Nou, dat is in dit shirt heel duidelijk, een colorblok, hè? Dat je zo'n streep en dan een andere kleur hebt. Ik vind het dus heel erg leuk. En deze is dan zwart met roze en wit en dat vind ik een hele leuke combo. En zoiets had ik al eerder voor mijn vriend gehaald. Alleen die heb ik toen verwassen, want toen had ik hem bij de zwarte was gedaan of bij de gekleurde was. Terwijl dit moet je gewoon even loswassen van elkaar, zodat die kleuren niet helemaal smoeselig worden. Nou ja, het kost geen drol.
Dit shirtje is €9,99 en ik vind hem echt heel leuk. Het is ook wel een shirtje voor iets minder casual, maar wel dat je iets aparts aan. Dit trek je niet aan je werk, denk ik. Wel voor een feestje, vind ik dit shirtje. Dus dat zijn eigenlijk de shirtjes die ik gehaald heb voor mijn vriend bij de Bershka. En dan had ik nog twee sportshirtjes bij de Perisport gehaald. Oh, die zijn al helemaal gefrommeld. Dit zijn gewoon katoenen shirtjes. Deze is van Puma in het groen. Ja, mijn lievelingskleur en die van Nikki ook is groen. Dus ja, met een groen shirt zit ik altijd goed. En ik vond het wel grappig, want normaal heeft hij Nike of Adidas. En ik dacht, oh, het is wel een keer leuk om Puma te hebben. En dit shirtje was ook heel leuk. Ze waren op dit moment in de aanbieding. Dus bij het tweede artikel was 50%. Echt een super slechte aanbieding, vind ik dat. Dan denk ik, doe gewoon alles 50%. Deze was dus €20 normaal gesproken, maar daar ging dan de helft af. En dan het andere sportshirt wat ik gehaald was dat dit. En dit heeft mijn vriend wel echt aan als kleding tijdens het sporten, dus als hij gaat fitnessen. Maar in principe zie je dit soort shirts ook nog wel in het echte leven. Gewoon casual doen mensen wel eens sportshirts aan. Nou, deze was dus ook €19,99. En dan ja, een van die 52% korting. Dus ja, dit was wat ik voor hem gehaald had. Ik vind dit ook wel grappig. Dit merk heb ik echt nog nooit in mijn handen gehad ook, Fila. Nikki zei ook meteen, oh, dat is wel een beetje hip. Maar ja, we zijn ouder aan het worden en we moeten mee met de tijd. Dus ja. En als laatste item, dat is van mezelf. Ik dacht, doe er stiekem toch nog een vrouwen item in. Dat is deze bondjas. Nep bond uiteraard. Ook van de Bershka. Die was €35, geloof ik. En echt zo'n heerlijke jas voor de periode nu. Het is niet echt een super warme winterjas, denk ik. Ik heb hem nog niet aangehad buiten dat het echt winter was natuurlijk. Maar hij is heel zacht. En het is echt super lekker met dit herfstweer. Dat je, hè, als ik bij de voetbal ga kijken, gewoon iets lekker warms heb om aan te trekken. En ik hoopte dat ik dan ook wat meer knuffels krijg van mijn vriend. Omdat ik zo lekker zacht ben. Dus die heb ik stiekem nog voor mezelf gekocht. En die hoort eigenlijk niet in deze shoplog. Want het is niet voor mannen. Maar hè, we leven in 2020. En mannen mogen ook gewoon in een nep bontjas lopen. Dat is helemaal niet erg. Ik denk dat ik er een eind aan ga breien. Dankjewel voor het kijken. Dit was een keer iets nieuws op mijn kanaal. Ik hoop dat je dat leuk vond. Moet ik dit vaker doen? Daar wordt Nikki wel blij van, want dan krijgt hij meer kleren. Maar als jullie dit ook leerzaam vonden of leuk, of kregen jullie een beetje inspiratie, laat het me vooral weten in de comments. En laat me ook weten of je zelf je kleren koopt. Want dat schijnt, nou ja, dat blijkt maar. Mijn vriend koopt zelf zijn kleren niet. Doe jij dat wel? Of laat je, sommige mensen laten het nog door hun moeder doen. Dat kan ook hoor, want dat zou Nikki ook niet erg vinden als zijn moeder het zou halen. Toevallig heeft hij nou een vriendin, maar ja, anders had hij ook wel door zijn moeder het kunnen laten halen. Ik ben heel benieuwd of jullie zelf jullie shopping doen. En als je dat nooit doet en je hebt deze video gezien, probeer eens een keer naar de Bershka. Ik vind het best wel, het is niet gesponsord of iets, maar ik vind het gewoon, ik slaag er altijd wel. Ja, ik heb altijd wel leuke shirtjes. Ze gaan niet, de kwaliteit is niet zo goed dat je er jaren mee kan lopen, maar nou, je loopt er toch sowieso wel 2 jaar leuk bij. Ja, dat was de video voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag nog. En ik zie jullie graag bij een volgende video, wat waarschijnlijk een verhuisserie vlog gaat worden. Doei!